Op het Delflandplein in Amsterdam is op 28 april een plofkraak gepleegd. Er is enorme schade ontstaan aan de gevel van het pand. Het hele plein was ruim afgezet. De explosieve opruimingsdienst Defensie heeft op het Delflandplein een onderzoek gedaan met betrekking tot mogelijk achtergebleven explosief. Getuigen spreken van 2 motoren en minimaal 2 of 3 daders. De politie is via een Burgernet-melding op zoek naar 2 personen, waarvan 1 met een stevig postuur, donker gekleed en met een zwart masker of helm op een zwarte scooter. Het is niet de eerste keer dat er op het Delflandplein een plofkraak is gepleegd. In december vorig jaar werd er een geldautomaat beschadigd door een explosie. Toen hebben de daders niets buit kunnen maken.